Iris van Herpen en Spijkers en Spijkers. Waar kom je voor? Spijkers en Spijkers, ja. Iris vind ik ook te gek, maar dat is natuurlijk veel meer een kunstenares, een conceptionele ontwerpster. Vind ik ook heel goed om te zien, want volgens mij komt daar heel veel inspiratie vandaan. Maar Spijkers en Spijkers vind ik altijd wel, die blijven altijd heel dicht bij zichzelf. Vind ik wel bijzonder. Iris, ja, ik ken haar helemaal niet hoor, ik ken alleen haar werk. Maar ik las al ergens dat ze nu bezig was om jurken van waterachtige substantie te maken. En zij is zo conceptueel bezig met de dingen die ze maakt. En zo altijd op zoek naar grenzen en vernieuwing. En dat is gewoon heel erg leuk. Ook als je zelf niks in de mode doet, is dat heel erg inspirerend op creatief vlak. Voor allebei. Ik vind dat wat Iris maakt, vind ik ook altijd te gek. Het zijn echt kunstwerken. En ze heeft de laatste show met leer heel veel gedaan. Of met metaal opeens. Heel bijzonder. En Spijkers en Spijkers heb ik een keer ontmoet ook bij de Wereld Draait Door. Toen ze net ze hadden net weer een nieuw project gedaan. En dat is romantisch, vrouwelijk. En ik ben allebei waanzinnig benieuwd. Ik vind het gewoon leuk en interessant. Mijn vriendin is bezig een label op te zetten. En we zijn eigenlijk al jaren dat we naar de shows gaan. En soms alleen van vrienden, soms is wat meer. Gewoon, het is ook inspirerend. Het is leuk om te zien hoe die mode in Nederland zich ontwikkelt. In sommige shows kan je echt, dan komt alles samen. En dan heb je de muziek, werk mee, de modellen en de kleding. En het idee van wat er achter een collectie zit, dat zie je dan echt. En dan kan je wel echt helemaal blown away zijn. Wat heb je nu zelf aan? Ik heb nu een pak aan van Bravour. Een beetje een heftig pak, maar... Hoi hoor. Ja, het mag nu hè. Skamagali, waar ik echt mega fan van ben. Ik vind het echt een supermerk. Vrouwelijk, sexy, toch stoer. Daar hou ik wel van. En een goede combinatie met Philippe Plein, die heel erg gek op zichzelf en dat graag ook in zijn schoenen laat zien. Dus ik voel me hier wel happy in. Het meeste ervan is van Tommy Hilfiger gewoon. Ik heb een paraplu van de KRO, een jasje van Tommy Hilfiger, die das is van de English Hatter. Dus het is echt weer typisch jongens misschien ook wel, overal wat vandaan.